Ja, dames en heren, welkom bij Shock Report TV. We zijn vandaag op Sportpark de Lokhorst, waar vandaag de wedstrijd wordt gespeeld tussen Sliedrecht en Scherpenzeel. Ja, Scherpenzeel staat bovenaan. En Sliedrecht, ja, die is wat onderaan, is een beetje in de mineur. Want aan de eerste drie wedstrijden hebben er twee verloren en één gewonnen. Maar ik denk aan de mannen van Marco Verbeek vandaag wel belust zullen zijn op revanche van de vorige week geleden nederlaag tegen Oranje Wit met 4-0. Dus we hopen op een mooie wedstrijd. Ja, en zoals je van ons gewend bent, praten we altijd met de sterkste man. En eigenlijk de man die het belangrijkste is hier ook, de pupil van de week. Je mag jij je even zelf voorstellen. Hoi, ik ben Trevor en ik speel bij VV Sliedrecht van JO 13-3-4. Ja, dag. En op welke plaats speel je daar? Spits. Spits. En score je nog wel eens? Nee. Dat moet nog komen. Ja. Wat vindt Trevor zo leuk, het voetballen? Zo gezellig hebben met iedereen. Het gaat gewoon om de lol. Ja, dat is het belangrijkste. Dat, hè? En lol moet altijd boven alles wezen, hè? Ja. En trainen, hoe vind jij trainen? Best ook goed. Ja. En heb je nog meer broertjes of zusjes die hier voetballen? Ja, mijn broertje. Je broertje, en waar voetbalt hij in? Hij speelt in 11-7 ook Sliedrecht. Kijk eens, je onthoudt dat goed, hè? Ja, ik zeg al, trainen vind je ook wel leuk, zeker? Ja. Ja. En hoeveel keer in de week moet je trainen? 1 keer per week. 1 keer per week. En wat vind je het leukste onderdeel van trainen? Ja. Partijen? Ja. Ja, ik ook, want het hardlopen is allemaal niks, hè? Ja, en Trevor, naar school gaan, maar hoe vind je school gaan? Ja, ook leuk. Vind je dat ook leuk? Ja. Of niet helemaal? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ja? En nee, je bent nog erg jong natuurlijk. Weet je waar je later wil worden? Voetballen natuurlijk. Wat zeg je? Voetballen natuurlijk. Voetballen. En zo hoog mogelijk zeker? Ja. Ja, dus je wil zeker eerst proberen Sliedrecht 1 te halen en dan nog wat hoger. Ja. Ja, dat dacht ik. Heb je ook nog favoriete clubs in Nederland of zo? Ja, dat is Real Madrid. Real Madrid, kijk eens aan. En heb je ook nog favoriete spelers? Ja, Sergio Ramos. Kijk eens. Ja, je hebt wel een goede smaak. En ga je wel eens meer bij het eerste kijken? Ja. Ja? Heb je daar nog een favoriete speler? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Nou ja, doe die, jij vindt ze allemaal wel leuk. Denk allemaal wel goed, of niet? Ja. Dus maar je gaat wel eens meer kijken? Ja. Ja, dat vind ik toch wel mooi. Ja, je vindt schoolgaan mooi. Je vindt het voetballen leuk. Dus ja, jij bent een tevreden mens. Ja. Ja, dat dacht ik al. En dan mag je vanmiddag hier al pupil van de week zijn. Je mag straks de aftrap doen. Ja. En, maar wat denk je wat de uitslag gaat worden van deze wedstrijd? 3-2 verliezen. Dat is niet erg optimistisch. Je hebt er niet veel vertrouwen in. Ja, omdat ze eerst staan natuurlijk. Nou ja, laten we hopen dat jouw voorspelling er niet uitkomt voor Sliedrecht. Ja. Dat hij net andersom wordt, dan is het wel leuk, hè? Of niet? Ja. Nou, daarvoor, ik wil je even bedanken en mij te woord hebt willen staan. Dan kun je dadelijk met de jongens mee warm gelopen. En dan kun je dadelijk de aftrap doen, die film ik ook nog even. En die kun je vanavond terugzien, goed? Ja. Hey, en bedankt, hè?